Sure. Anything helemaal wow. Niet. Short. Ja. Radio, hij zegt, hoe zeg je dat ook weer? Oké. Wat was je stream nog alweer? Maar dat getalletje. Hij staat niet op mijn stream. Set frequency. Set frequency is bij frek. Wacht maar. Ik ga deze kant. Oh, wait, check. I'm hearing you. Check, oké. Okay. Wat is onze frequentie? Hallo? Yes, we hear you. We hear you. Oké, mensen, we wachten nog even op Sean. Short range, en dan gaan we 31. Ik weet vanzelf al, als het goed is. Misschien dat je nog even wat extra medic supplies kan mee had. Wissel GC, wat zijn de call signs? Wat zei je, Wissel? Even een huishoudelijke mededeling, de ammo-kist is alleen voor de AT'ers. Oh lol, wat was dat? Alpha 1 zit, die begreep ik, maar wie is Alpha 1, Alpha 2 en Alpha 3? Ik ben trouw, wacht even, er een M4 in. Waarom heb ik de godsnaam een M4 in? Alpha 3? Dat is leuk. Even kijken, een moment. Kunnen we ze niet anders doen dan... 9, nou dat moet gewoon genoeg zijn. Even een testje, breaky. DM. Moeten we die Enlo of de AT4 pakken? Jij bent een Alpha 3 in, Alpha 3? Ja, ik gooi het nog even over de radio. Ja, oké. Oké, even de informatie. Short, jij bent Alpha 1. Short, die was Alpha 2. Archer is Alpha 2 en dan is inderdaad DM Alpha 3. DM, kun jij misschien die radio uitzetten over de, dat die niet over speaker staat, want dan raak ik van in de war. Ja. Kun je dat ook weer? Wat humorai wie dat is? Alt P en dan load 0, dan moet je dan speakers. Ik heb mijn calls zijn alvast. Of zijn alvast op de map gezet, wij zijn Alpha 1. Uit de kleurtje nemen ofzo? Ja, dan uit de kleurtje nemen. Dankjewel. Nee, we zijn zeg maar ieder mijn geschoord, dus we zijn met z'n drieën in deze groep, dus het maakt je even testen. We zien allemaal oranje. Oké, Alpha 1 alvast verzamelen bij de poort aan de zuidkant van de compound. Alpha 2 mag, je hebt je wapen? Daar achteraan en Alpha 3 daar achteraan. We gaan move, jongens. Ja, ik hoop wel een extra pen. Tijd, gelukkig zit ik bij Whistle, dan hoef ik niet met jullie apen mee. Nou, wat je wij zijn Alpha 1. Chop chop, naar het zuiden. En wij 3. Alpha 2, go. Ga je kladders? Ja, ik ben klaar. Heb je Alpha 3 toch? Ja. Jullie staan klaar voor de poorts. De lucht trekken. Negatief, wacht op Alpha 2 dus. Pak ik nog even snel een zak chips? Nee. Oh, jij hebt nog een dikke keer. Oh, we hebben twee missies. Je hebt ook een hele mooie dikke keer. Alpha 3. Even echt een MMO. Whistle, is het misschien een idee om iedere groep ook op een andere frequentie te zetten? Negatief, gewoon weer dezelfde radio discipline als vorige week. Ja. Terwijl die zit dan de beste klasvak te worden, maar. Ja, als het niet gaat, dan kunnen we het zo meteen anders nog aanpassen. We hebben de hele missie nog de tijd. Pack, ga mee. It's your call. Ja, sorry, ik was een zakje pakken. Oké, Alpha 1, move out, jij light. Copy! Nou, Tivalti, onderweg. Langer of een korte ei? Dat ligt eraan, wat hij aan het doen is. Let's go, let's go. Gaan we erachteraan? Ja, we kunnen. Rennen! Goed, beat! Als zij opblazen worden wij het niet gemaakt. Joke's on you, ik loop met Romeo mee. Heb je kunnen, spuisje op aan? Ik weet niet of er een blij mee moet zijn, Beck. Voertuig gespot. Linie maken hier in Zuid. Zuidoost staat het. Rijdt weg, ziet eruit als een buggy. Ik weet niet of het friendly van hem is. Komt een ander voertuig vanuit het zuidwesten aan? Komt een ander voertuig aan vanuit het zuidwesten, heren? Even kijken wat het doet. Als het voertuig zo meteen links afslaat, dan kunnen we hem uitschakelen hier beneden, direct zuidelijk in het dal. Dus even AT gereed maken alvast. Nog een voertuig in het zuidoosten op de weg weer. Zelfde positie als net.
Dat ziet er niet vriendelijk uit. Alpha 1, eventjes je AT-mannen van schreed maken voor de lok. Alpha 2, even westelijk van deze groep. Ja, Lenny. Hij is er nou weer terug. Bye! Is Shapestart eraf? Arthur, jij kan Klaas eventueel ook op het andere voertuig laten richten. Ik zie hem wel. Hij is hier wel guided. Ja, dat Oké, heren, er komt nu weer een nieuwe aan. En die andere gaat zo meteen omdraaien. En dan zijn ze allebei zo meteen redelijk dichtbij. Unit zuid op de weg. Dus als zo meteen die voertuigen beide op zich redelijk dichtbij zijn, dan moeten we ze allebei tegelijk uitschakelen. Break, we hebben een patrouille ten zuiden dichtbij op de weg. Ze hebben ze nog niet opgemerkt. Gezien, maar we gaan eerst die voertuigen uitschakelen, want die zijn het meeste dreiging. In dit geval, deze heeft een lock, je moet gewoon schieten en zeg maar beide. Dus je moet je Easel, crosshair op de doelwit houden. Oké, Alpha 1 schakelt het voertuig maar uit. Alpha 2, let eventjes op die vijanden beneden op de weg, hier direct zuid van ons. Ik ga zo schieten. Dat voertuig gaat nu weg, rijdt bedoel je? Yes. Ik zou even wachten tot hij weer terugkomt en dan op het moment wanneer hij stopt om te draaien en dan te schieten. Dan pakken we die andere die nu richting ons komt. Die bal die bij de kruispunt uitschakelen dan. Kruispunt? Welk kruispunt richting? Kruispunt zuidoostelijk. Zuid. Wat? Je moet hem uitschakelen wanneer hij daar komt. Short, zorg dat hij uitgeschakeld is als hij hier is, hè? Anders doet Alpha 2 het wel. Uitschakelen, Tibalti. Clear black blast. Oké, schakel de patrouille uit. Oké, heren, laten we nog even wachten tot dat andere voertuig ook terug is gekomen hierheen. Daar. Vanuit Alphen is nu AT-loos. Yes, correct. Oké, Alpha 2 neemt het volgende schot dan. Negatieve bellen. Aan alle eenheden, volgens mij komt het tweede voertuig durft niet meer hierheen te komen. Dus ik denk dat we maar een stukje de weg volgen richting de basis zuidwestelijk van ons. Oh. Negatief, ik zie zojuist het voertuig opkomen daar tussen de bosjes. Even kijken of die onze kant op komt of niet. Anders dan doen we inderdaad gewoon de beweging richting de basis. Arthur, kan je hem zien? Hij zit hier bij die huisjes zuid-zuidwest. Als Klavers kans heeft om uit te schakelen, dan mag dat. Kop in zicht op. Alpha 1, jullie kunnen alvast richting de zuidoostelijke kant van deze heuvel gaan en de weg aanraken. Copy that. Alpha 3, je mag erachteraan. Geven. Negatief Alpha 3, zojuist AT is gemist. Jij mag met jouw AT ding uitschakelen.
Oké, Alpha 3, kunnen jullie teruggaan naar de naar het kamp waar we net vandaan kwamen, een nieuwe AT pakken? Waar? Vandaan dan? Craig zit als hij nog op AT zit. Die Craig was puur voor bugfixing, hè? Die is alweer weg. Dan vraag ik een supply drop op de basis aan. Tankwing is neer. Wat is jullie locatie? Heeft iemand de windrichting voor mij? Is Alpha 1 voor ons gebied genomen dat je die auto... Hij is dood. Kunnen we uitgeschakeld. Goed werk. Dingling, kun je een nieuwe AT pakken? Ja hoor. Maar er is geen crate. Ja, ik heb geen windrichting gehoord. Ik hoop dat hij goed dropt. Alpha 1, 2 terug. We waren te verzwaar onder vuur. Vehicle kunnen is uitgeschakeld. Dus daar hebben we geen zware ordnance meer op de hoogte. Oké, mooi zo. Dan kunnen we doorgaan. Alpha 1, terug naar de bergmond. Draaibaar geschakeld. De weg volgen. Alpha 2, jullie komen in schoten van een andere richting. Alpha 3 blijft nog eventjes hier op de heuvel om eventueel vuurdekking te geven aan de rest van de groep. Alpha 8, zuiden op de weg. Ik heb 3 gezien, zuiden ja. Is ook wissel? Zeg je? Infanterie ja. Zuid. Ja, daar. Zuidelijk van die area. I know. Hier zijn voor die jongens. Even kijken. Gaan ze niet handrailen. Alpha 2 nog in contact. Een paar troepen op de weg Zuid. Oh, shit. Rap. Short status. We zitten iets meer oostelijk op de heuvel. We hebben zicht op de auto. Hij heeft ook zicht op ons echter. Alpha 1, het voertuig heeft geen kunnen meer, dus je kunt naar de T-splitsing gaan. En dan kun je samen met Alpha 2 zo meteen de weg volgen richting de basis. Het voertuig is helemaal neer. Driver is ook dood. Goed werk. Laten we haast maken jongens. Alpha 2 jullie ook. Alpha 3 dekt jullie kont wel. Waar ben jij nou pinging? Rechts van je, ten beste. Samen met Sean. Jou? Yes. Laten wij er ook erachteraan gaan pack. Want... Hoi. Hey DM. Wij gaan, ik ga met pack ook alvast richting beneden. Probeer eventjes een beetje zicht te krijgen op wat er allemaal gebeurt. Je mag eventueel ook nog even naar, meer naar het zuidwesten als je van de 4 geen zicht meer hebt. Ja. Alpha 1 is op de T-splitsing, we zitten onder 4. Oké, tot straks. Roger that, Alpha 1 blijf, ga maar alvast met Alpha 2 samen richting de basis. Probeer een beetje de linkerkant van de weg aan te houden. Daar heb je volgens mij wel goede dekking. Alpha 1 copies. Alpha 3 zal ondertussen jullie van informatie voorzien. Want zij hebben goede zicht vanaf hier. Nou, Peck. Je hebt nog niemand kunnen redden vandaag, of wel? Nee, Ping was dood. Sorry, mate. Ah, ik vind het niet erg. Ik ben hier terughangen. Ik ben dood zien gaan. Maar Romeo mag af en toe richting de basis. Zit je nu, sorry, dus Romeo. Alpha 2, zit je nu achter Alpha 1 of niet? We zitten naast de weg waar we laatst die ambush hebben gedaan. Oké.
Oké, okay, Roger that. Je kunt in ieder geval nu met Alpha 1 optrekken richting de basis. Linkerkant van de weg volgen. Zal ik anders vragen of Alpha 1 even wacht dat jullie bij zijn getrokken? Nee, we zien ze al bewegen. Wij bewegen al iets onder andere van lijn. Oké, okay, Roger that. Moet Alpha 1 nu wel of niet wachten op Alpha 2? Alpha 1 kan gewoon doorlopen richting de basis. Alpha 2 zal zich aansluiten als jullie bij de basis zijn. Copy that. Dit is Alpha Squad Lead aan alle Alpha 1-heden. Ik denk dat het inderdaad toch slimmer is om eventjes allemaal op een apart kanaal te gaan zitten. Dan stel ik voor dat Alpha 2 op kanaal 32 gaat en Alpha 3 op kanaal 33 van de short range. En dan houden we als vuurteamleiders long range aan om communicatie over te brengen. Copy that. Lol. Herhaal laat, Alpha 2 is 32. Sorry. Alpha 2 is 32, correct. Alpha 2 is fixed naar frequentie 32. Sorry man, wat zei je nou? Ik zeg, mag ik mijn bezwaar aantekenen? Waar? Dat geswitcht met de radio, want op het moment dat er een teamleader neergaat en ze hebben mij nodig. Oké, okay, jongens, ja. De basis zit in het zuidwesten. Wij gaan even de dal in rennen. Alpha 3 zit nog op de heuvel, moeten we het dal in? Negatief, jullie kunnen vanaf daar op zich wel goed zien wat er gebeurt voor ons. Dus proberen vijanden te spotten, even aanwijzingen te geven waar de vijand zit. En dan proberen ook eventjes Alpha 1 en 2 in de gaten te houden. Oké, okay, we gaan even. Dus Alpha 1, we krijgen sporadisch, volgens mij, snipervuur. Op het moment dat het team die er neergaat, dan... Vanuit de basis. Met jou, ja, en dus met mij. Ja, je hebt wel gelijk, Peck. Dus ik denk dat we het straks toch maar weer terugdraaien dan... Alpha 2, bijna bij de basis. Probeer even te rallyen bij RP1, indien mogelijk. RP1? Ja, RP1, dat is Rally Point 1. Staat op de kaart bij... ja, ik zat het gezien, dat gebouwtje bij Agios Toanis. Yes. Ja. Holy shit. Alpha 3, hebben jullie nog zicht op vijanden? Alpha 3, dit is Wissel. Hebben jullie nog zicht op vijanden? Ja, op de map gemarkeerd, Pax, die komen richting de westelijke groep units. Alpha 1 en Alpha 2, ik ben en route naar RP1. Jullie zijn daar ook nu? Negatief, Alpha 1 is al onderweg. Alpha 2, contact in de basis. Tiffen uit Alpha 1, je wilt niet aan de zuidoostkant van de berg zitten, daar kan de basis op je schieten. Stijk even over de pack. Wissel, wij kunnen je geen fire support meer geven. Roger that, Alpha 3 sluit maar aan bij de rest van de groep. Hallo heren. Watch it. Friendly. Safe. Oh god. Alpha 3 loopt daar. Alpha 1 komt nu aan bij de locatie. We
als je dat Alpha 1 even halt houdt, dat Alpha 2 ook is bijgetrokken. Ja, CLS. Alpha 2, CLS nodig. Yo, kom eraan. Nope, scratch it. Ja, weet je zeker? Ah, maar doe maar wel, doe maar wel. Alpha 1, reporting for duty. Hey, holy shit man, ik was echt helemaal kwijt waar je was. Nee, ik heb mijn locatie zelfs zeg maar gemarkeerd op de map. Oh, dat zag ik inderdaad al, maar ik wist niet dat je daar ook echt zat. Ik dacht dat je ondertussen al door was. We waren al aan het doorlopen via de groene lijn. Kun jij even de linkerkant van de weg eventjes een linietje maken richting de basis, zodat Alpha 2... Ja, het probleem is wel, de basis heeft heel duidelijk zicht op je aan de linkerkant van de weg. Dat is ons zo lang tegenhield. We kregen sniper fire. Dus we kregen vrij accuraat vuur. Ja, ik wil eigenlijk vanaf hier een direct push doen, dus probeer even achter dat schuurtje daar de dekking te zoeken. Schut. Dan gaan we zo meteen gaan, Short. Dan kun je ze helpen. Hey. Trouwens, de rot hier van aan de overkant. Top job. En eerst het huisje, terug de schuur, dit is geen dekking. Ja, weg daar. Klaas is ook weer. Smoke it. Smoke gegooid. Er zit veel grond hier. Nee. Hier, hier kunnen naar binnen. Hier dan? Oké. Pakzek. Ja, wacht even. Doe die deur dicht. Waarom gingen jullie dan ook midden in de vuurlinie elkaar lopen fixen, jongens? Dan ga je dan toch even achter een huisje doen? Dat was ook helemaal niet de bedoeling om dat te doen, maar... We werden geambushed. Oké, Archie, zeg. Maar ja, dat je geambushed werd komt omdat je niet achter een schuurtje gaat zitten, jongens. Die focus hoor, hé. Misschien van mij. Ja, dat heb ik. Ik was toch nog staan. Alpha 2 is 1 man minder. There you go. Ah, oh, thank you. Dat is Klavens status, ligt hij nog in het veld dood, zeker? Dood, ja, hoe gaan we Klavens terugkrijgen? Ja, dat was... Lopen. Koppie, zie jij de optie erin om... double time hierin te komen? Alpha 3, wat Alpha, is de positie? Wij komen vanaf het westen. Fuck. Heel close allemaal. Ja, ik weet het. Oh shit. Heb je wow. Dat Alpha 3 is Alpha Squad lead. We worden vanuit het westen beschoten, dus we proberen ons vanuit het noordoosten te benaderen. Wat is Archie's status? Dood. Hier is Alpha 1, ik heb onze positie gemarkeerd, zodat jullie up-to-date zijn. We zijn nog alle drie in leven en goed in orde. Heb je... Lekker, kan je... Laat me raden, morfine. Ja, en ik ben hier half dood aan het gaan. Holy fuck, shit. Ik zit zo naar Archie te kijken en ik zie hem doodvallen en ik zie ineens achter. Wissel maar, checken de westkant. Ja, klopt. En toen schoot ze me knock-out, werd ik wakker. DM. En toen schoot ik echt de laatste drie kogels uit mijn veld en toen... Heb je nog pijn of? Dacht, ja. Zo. Ik ook bloed nodig hebben. Hey, ze komen zitten. Hier is Alpha 1, we hebben zicht op de basis. We zitten net iets zuidelijk van onze gemarkeerde positie. Call of Duty is what you do your sidearm. Alpha 3 en Alpha 1, jullie kunnen richting de basis gaan samen in de linie. Gewoon links van de weg optrekken. Kun je nog shit patrouille? Waar? Oost! Oké, ga eerst de linie oost doen. Oké, okay, you're good. Alpha 1 heeft de patrouille oost, die moeten we eerst even meedelen.
Oké, Roger, dat Alpha 3 trekt iets terug naar dat gebouwtje noordelijk van jou. Ja. Dus wij zijn net tussen de gebouwen vandaan. Ja, het is misschien beter om even te wachten tot Alpha 1 is bijgetrokken. Die gaan nu een contact in het oosten uitschakelen. Ja. Oké. Okay. Ik zie ook gewoon echt helemaal niks gaan. Ik ga alvast... Hoe open doen? Zullen we alvast even naar dat schuurtje gaan daarheen? Ja. Flanders, ga je mee? Oh, ik ga mee. Oh ja, was het van. Alpha 1 is afgesteld in status. We zijn aan het engage, we denken dat ze uitgeschakeld hebben, maar doen voorzichtig. Oké, okay, Alpha 1, voeg je maar even bij de main assault op de basis, want we hebben alle mannen nodig die we kunnen hebben. Yep, toevallig is de aanval ook richting de basis, dus dat komt goed. Oké, heren, dan kunnen we nu met z'n allen een linie maken richting het zuiden. Oké, Brouw, je mag aansluiten bij onze linie. Tuvaltu, blijf jij precies zo ver links van mij als je nu bent. Brouw, neem jij die afstand rechts van mij. Alpha 3 ben je klaar. We kunnen alvast even naar dat bergje lopen hier, denk ik. Dennis, misschien dat bergje alvast even. Even doen? Ja, hier direct zuidelijk daar. Oké, okay, Alpha 3 en Alpha 1, go ahead. Alpha 1 valt aan vanaf het westen. Vanaf het oosten naar het westen. Wij komen vanaf noorden. Kijk uit voor Blue en Blue, hè, jongens. Inderdaad, zie ik ze komen nu. Oké, laten we een stukje verder lopen weer. West is gedekt, oost is gedekt. Alpha 1 is bij de vlag, pas op voor Friendly Fire. Alpha 2, dit is Alpha Squad Lead status. Zit je wel tegen gewoon een granaat van de winnaar? Naar beneden. Nee, ik zit beneden en beneden is clear. Wagen niet op iets winnen, schoon. Die fire gestopt. Jongens, pas op. Ja, ik ga ze zo terugzetten op één radiofrequentie. Het is echt shit dit. Ja. Ja. Ik kan een lege kant. Is veilig gesteld, Wissel. Roger dat, neusjes zuidwest. We gaan overigens allemaal weer op dezelfde short range frequentie zitten, want dit is niet handig. Allemaal short range 31. Roger. Check, oké. Okay. Het lijkt allemaal prima van mij aan. We hebben twee patrouilles, of een heel grote patrouille, direct zuid op de west. Op de weg. Guys, all you need is one grenade. Ja, dat is wel een hele grote grenade dan, hè? Wat heet dat? Zijn clusterbom. Even wachten. Nou, de clusterbom zijn we allemaal dood. Ja, hier het volgende plan is om naar de vuurtoren te gaan. We kunnen hebben vanaf hier goed zicht. Alpha 1 en Alpha 2, jullie kunnen het vuur openen om die patrouille uit te schakelen nu het nog mogelijk is. 3, 2, 1 en pap pap pap. Oké, als we zullen schieten, nu ja.
Oké, dit is Alpha Squad Lead. Wat is jouw locatie? Eentje is bij jullie, ik ben halverwege onderweg en de ander is nog op basis. Begrepen. Mevrouw Dairy Queen wil straks opgehaald worden door de voertuig, dus... Wie is de Dairy Queen? Drie keer raden. Oké. Okay. Zit iedereen nu op short range 31? Of 1, wij zaten al op. DM zit op 31 toch? Ja, ik zit op 31. Oké, Alpha 1, jullie kunnen de heuvel aflopen richting de T-spectie. Zuid. Alpha 1 is dekking. Alpha 1 kopjes. Oh, het is wel die. Wissel. Yo. Dit ding is een fucking laser beam. Mogen wij misschien pack als Denneman? Er was er niet één groep met vier man, want Klavers die zit... Ja, DM heeft drie man. Maar wat is met Klavers dan? Is die het zat ofzo? Die was dood en die heeft geen zin om te lopen, dus die zit nu op de basis te wachten. We kunnen hem zo meteen met de voertuig ophalen, maar hij dat duurt nog wel even, denk ik. Ja, dat is zijn probleem. We kunnen zo langs reizen, het enige wat we voor hem kunnen doen. Oké, nou dan doen we zo meteen een drive bij RV Klavers. Ja, dat is niet je dochter hier. Ja, dat gaan we goed verder, okay. Whatever. Yep. DM, jij hebt één man overgegeven aan Archie? Ja, man, pick one, zou ik zeggen. Kom maar. Waarom ga jij nou bij mij? Oké. Even mijn groep joinen? Dan hebben we wel twee assault rifles, hè? Oké, wacht even hoe. Dat is te beter. Dan ga je doen. Doe je agent direct op mij. Oké. Interaction. Oh, we zijn M240. En dan join group. Wacht even, moet even kijken naar interactions, dan join. Alpha 1 is bij de T-splitsing opgekomen. Als je dat Alpha 2 sluit zich bij jullie aan. Alpha 3! Waarom heb jij in de... Alpha 3 gaat er zo achteraan, ja. P49, terwijl we even okay, die niet hebben. Waar is Alpha 1? Daar, bij de T-splitsing. Met die dingen zijn voor geen excuses, dat had ik even moeten laten zeggen. Wij zijn Alpha 2. Oké, begrepen. Oké, go ahead jongens. Ik denk niet dat die minimum geen rail gaat, hoor je niet. Alpha 3, ga er maar achteraan. Die heeft gewoon een rail. Jongens, vooraan. Ze hebben niet dat op zitten. Zo, nou kun je iedereen weer horen, Nippel. Nippel? Ja. Ik wist niet dat je mij zo kan lopen. Massificatie, Nippel. Ik ben dat super zeker. Nee. Mijn nippels zijn asymmetrisch. Wacht, oh. Zal we gaan? Oké. Okay. Ik riep al drie keer van, dat, we kunnen gaan. Dat vind ik best wel jammer eigenlijk. Ja, zeg, waarom speelt Sasha niet mee? Die had een afspraak of iets. Laten we de radio even schoonhouden, jongens. Zo, bam bam bot. 28 op één kanaal gaan zitten. We zijn een beetje onrustig vandaag, hoor. Ja, het is ook een beetje vagerig, maar wel leuk, dat wel. Alpha 3, jij mag zo meteen voorop de weg volgen richting de vuurtoren. En dan mogen Alpha 2 en daarna Alpha 1 erachteraan. Ja, ja, ik kom eraan. Hey Pek, je mag vrij zijn om gewoon bij je groepen aan te sluiten. Hè. Ik loop gewoon in mijn eentje erachteraan. En als je zegt van joh, je mag overal bijlopen. Zolang je maar niet doodgaat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, inderdaad, mooie skyline Alpha 1. We horen mooie plaatjes verzorgen, maar laten we even de radio eens schouden. Ik kan beter die FM af als fucking handboekstop gebruiken, geloof ik. Dus, de astma simulator is hier. Astma rook, astma loopsimulator. Ja.
Ja, ja, het is best wel eigenlijk. Oei. Verkeerd, ik zet hem op yelling. Nee, ik wou even zorgen dat er wel echt veel power in de speed zit. Ik kan niet harder. Pek, laten we zo over je eetproblemen hebben. Ik zal je vertellen, ik weeg geen 90 kilo meer. Hallo. Ah, oké, okay, gelukkig. Ja, het is echt slecht was het eigenlijk. Ik had echt een maand fucking weinig geld. Dus ik had niet superveel gegeten. Gewoon 50 kilo afgevallen. Dat is gewoon zo erg. Ja, dat krijg je als je niet elke dag naar de McDonald's kan, hè? Ja, dat is vervelend. Ja. McDonald's is live. Fucking droog. Mijn nichtje werkt hier bij de McDonald's. Ik ga nooit naar de Mac eigenlijk, dus ik ben speciaal voor haar naar de McDonald's gegaan. Dat meen je niet. Alpha 3, als je zo meteen dichtbij genoeg bent, dan kun je even coördineren om een linie te maken richting de vuurtoren met alle groepen. Hier is FTL Alpha 1. Als ik mijn verrekijker kijk, zie ik niet bijzonder veel rond de vuurtoren. Short, de rest van de squad loopt al door, dus laten we gauw even opschieten. Ja, ik weet het, maar ik kan ze wel bijhouden. Zij zijn zware bewapend, denk ik. Ja, dat is waar. Ja, ik ben nu al echt moe. Wel, T, je kunt doorlopen. En even een slokje te drinken. Oh ja, sorry. Oh ja. Een slokje wijn, hoor. Chardonnay. Einde van de oplicht, die helemaal verzopen. Nee, hij moet gewoon het wel doen. Zeg maar iedere keer weer een glas atten op het moment dat hij doodgaat. Oké, okay, DM Alpha 3. Zometeen pak jij de linkerkant van de toren en Alpha 2 de rechterkant. En dan de berg op. Dus probeer even een beetje een approach te verzinnen waarbij je niet in elkaars spervuur gaat zitten. Alpha 2, klein beetje linkerkant van Alpha 3. Nog niet lopen skylinen. Alpha 1, je kunt even wachten. Mooie acties hier. In de jammer was ik had 60% gehaald. Oh, als ik zeg liggen, bedoel ik niet op me liggen. Op de weg stonden een 20-tal units ten westen van de vuurtoren. Oké, Alpha 2 en 3, voer maar uit. Examenzaaltje zaten, zeg maar, vanaf een of ander examencentrum. Open universiteit. Alpha 2, voer maar uit. Alpha 2, maar weer. Alpha 1, even blijven wachten totdat ze hulp nodig hebben, anders dan worden we straks één groot clusterfuck. Over atten tijdens een spel gesproken. Ik had een paar weken geleden dat ik de Duitse maat van mij op bezoek. Ik dacht van laten we een drinkspel verzinnen. Dus we hebben Doom opgestart en hebben we arcade mode. En om die het minste punten haalt per map, moest dan zuipen. Was ik even vergeten dat hij al vanaf zijn kleins af aan Doom speelde. Godsamme, ik de honderden tafel. Alpha 1 loopt maar richting de rots zuidwestelijk van ons hier. Zie je die short? Doe je ja, dat rotsje daar. Oké. Kijk. Daar, dus, net voor de toren. Oh. Heb je al eens een keer Morgan Freeman spel? Oh, iets naar rechts. Morgan Freeman spel, nee. Van, moeten die hebben? Wissel, we hebben een hele grote groep contact zuidwest. Hoeveel meter? Of ziet, moet je drinken. Oh, je bedoelt Gordon Freeman? Ja, Jezus. Ik wil zeggen Morgan Freeman in Half-Life, wat? Je halt houden. 150, 200. Oké, Roger dat. Alpha 1 even aansluiten bij de rest van de groep en dan kunnen we het vuur openen.
Alpha 2, proberen jullie een beetje in positie te komen zodat jullie eventueel een flankerende beweging kunnen doen. Heel laag. Highlander. Alpha 2 kan misschien nu het zuidoosten richting die Alpha 2 erbij richting zuiden, de transformatie. Alpha 5. Team aansluiten. Ja, hoor. Alpha 2 be advised, er staat een bunker gericht aan jullie. Daar zit volgens mij iemand in. Bunker zuidwest, die heeft een gunner. Pas op met die grenades dat je de auto's niet raakt. Ja, exactly. Oh, die auto's. Range is 200 meter, heren. Oh, seems clear. Nog een enkel vijand aan de achterkant. Of één, zullen we even daarin lopen? Alpha 2, jullie kunnen richting de basis gaan. Volgens mij zijn de bunkers clear. Alpha 1, ik sluit me voor jullie aan. Negatief, één man zuid. Links kunnen we er doorheen. Vijand gezien, rechtsachter. Oké, beweeg maar vooruit richting de muren, Ramen. Ik kom je kant op. Alpha 3, jullie kunnen weer vuurdekking geven, gezellig. Vanaf de heuvel bij de vuurtoren. Alpha 1 kan achter Alpha 3 aangaan en assisteren. Echt ammo nodig, zo direct. Ja, ik ook. Het gaat begint toch echt leeg te raken. Ik geloof dat je nog één keer goed. Het studie hier van moet. Ja, ga lekker naar bed zo, schat. Ja. Ben je ook whisper of zo? Komt helemaal goed morgen, lief. Ja, echt waar. Mooi, is zo. Sorry? Ik wil drop af. Tilde voor die, maar. Ik wil drop af. Alpha 2, dit is Alpha Squad Lead. Beter? Ingang is zuidkant van de compound. Heb je magazijnen gejat, zeker? Mijn advies is om er rechts omheen te gaan langs de weg. Tegen de klok in, oké. Gaan ze die jongens zien ze gaan? Nee. Ik hem gewoon. Nou, de stekker eruit. Ik heb beschoten, maar. Ja, er zat iemand in die bunker. Dat kan ik zo even doen. Wapen. Een doorlopen. Ja, ik zit met verrekijker te kijken. Ik zie dat er nu achter ons heel sneaky een hele tankbataljon opsluit. Dan sta ik hier met die verrekijker. Je kijkt hier op en dan zie je ineens een loop heel dichtbij komen. Ja, een soort tok tegen je verrekijker aan. Ja, dan, als je dan dood gaat, doet het in ieder geval geen pijn. Ja. En gewoon één keer weg. Kunnen we al breachen? Alpha 1, jullie zijn ook aangesloten bij Alpha 2? Alpha 1 hier negatief, hebben we nog geen orders toegekregen aan het bed. Heb je niet goed naar me geluisterd, Alpha 1?
Ik wilde dat jullie bij Alpha 2 aansloten en achter een aanring. Alpha 2, voer alvast maar uit. Alpha 1 komt zo meteen achter jullie aan. Alpha 3? Yes. Alpha 3, jullie kunnen ook aansluiten. I hoor de man. Oh, wow. Shots. Oké, okay. Wees maar voorzichtig. Alpha 2, bridging. Be advised, er wordt nog steeds geschoten uit de compound. Ik denk die boot helemaal achter. Ja, we kregen net ook nog sporadisch vuur ergens. Die bunker. De bunker in het zuiden lijkt wat vandaag geschoten te worden. Ja, ga maar wat wij zien. Pack, waar is Pack? Hier alleen maar zijn flash. Pack loopt daar. Ik weet niet waar Pack is. Ja, Pack, ik heb tegen Pack gezegd van. Even verder, lopen. Even die ditch in hier, die ditch in. Alpha 1 breached. Wij zitten zuidoostelijk van de compound. Copy. Als Alpha 2 dan de zuidkant doet, de zuidoostkant bedoel ik, en Alpha 1 de noordwestkant. Alpha 3, jullie kunnen de ingang dan even dekken. Oh, dat is leuk! Die wil ik niet. Oh, je hebt hem. Oké. Blijf van de wapens af. Ah. Je needs supplies. We gaan zo terug naar de basis, hè. Oh, yeah. Ik zit boven. Dat is wel leuk, hè. Oké, dan is Brouwer en Tech beneden en ik heb die balt hier boven. Of is het super clear? Ja, pak dit, hier kunnen we dus niet langs, want ik zie dat het al gebeurt dat het een van hier te krijgen. Mogelijk nog noordwest, noordoost in het compound contact. Au. Ik heb deze missie gemaakt. Ik pack Flanders. I'd like to report a bug. Oké. Okay. Ik heb hier iemand neer, even kijken, die is dood. Ramen is dood. Yeah. Oh, ik zie een leuk medic voor. Hebben we dit? Nee, ik heb een medic nodig, bij de NV's. Roger, Oscar Mike. Worden we weg, laat terug inbrengen. Laten we hier zo snel mogelijk vandaan gaan met de voertuigen, heren. Dus ik wil compound even heel snel kleren en dan pakken we de voertuigen. Die staan aan de zuidoostkant van het compound. Ik denk dat we ook zo meteen jouw kant op komen met de voertuigenramen. Is goed, ik wacht al. Klavers halen we dan ook gelijk op. Oh shit, left arm. Ja, left arm is rood, weet ik wat dat officieel betekent? Dat zou maar ook goed halen. Ja. Amputatie. Ja, je klinkt er in ieder geval wel blij mee. Je kan zeggen wat je wil, maar als ik je arm eraf hak, dan zal ik ervoor zorgen dat die mooi verpakt wordt. En dan kan je die mooi als dildo gebruiken. Ik weet niet of dat nog kan, want dan zal hij waarschijnlijk allemaal dood zijn. Alpha 3, Alpha 1, jullie nemen een Humvee met gun. Alpha 2, jij pakt het vrachtwagentje. Ik ben al dood geweest, al 20 keer. En de Bradley? Waar staat de Bradley dan? Andere kant. Oh, nee, dat is geen Bradley, joh. Ja, joh. LAV dan. Oh, lol, ik zie het nu pas. Dan pakt Alpha 2 de LAV. Deze, dit mooie spectrum. LAV. Wat is dit? Deze, nippel. Nieuwe gunboy. Wat is de S-Clef? Tuurlijk. Maar nogmaals, is de compound gezuiverd? Ja. Dank u, was voor mij nog niet duidelijk. Kijk, okay. Wij steken samen met die in de Brouwer is. Oké, zo rijden. Jezus. Hallo. Hey, ik ga maar rijden. Ik ga maar rijden. Maar, wacht even, ik ga even een radio knijpen. Hey, Klaus, waar ben je? Klaus, ik weet niet of je bent, maar we komen zo met de LAV. We staan al. Pas op voor de steen bij de uitgang, daar kan je nogal over vast blijven zitten.
oké, we rijden nu achter de S-weg. Oké, dat is direct voorrijden naar Harpy Klavers. Dat is iets ten zuiden van Camp Maxwell. Dit is fucking fucking shit. Dit is cool, hè? Screenshot. Heb ik al. Oh, man. Alpha 1 rijdt. Dank u. Kom voor snelheid. Plus 1 voor snelheid. Londen zonder nieuwe weer op 40 waar ik nou staan. Alpha 3, maar we rijden. En ik weet niet of die mag zijn en laten. Nee. Technical spacing. Alpha 1 is vijanden tegengekomen op de weg, we proberen even contact te vermijden. Welke kant zit de wind al? Westen. Oké, wij zitten nu stil vlak voor de programmatische richting. We weten 100% zeker dat dat een Zeezat was. Nee, want we zijn nog lang niet bij de RAV. Ze staan voor je neus. Maar nog een kilometer. Het Artie Klaas is nog naar het objecten gegaan en die is daar aan het scouten. Haha, scouten, ja. Yeah. Ja, I don't know, man. We rekenen er straks wel op aan. Hey, Archie. Ja. Wil je dat ik in de gun ga zitten, of? Ja, doe maar. Laat die stop haar. Stil. Ja, ja. Is weer de bek. Kijk. Nou, kun je dingen zien? Can we move, guys? Als je dood wil, ja. Oké, Alpha 2, kunnen jullie met de LAV een stukje naar voren rijden en kijken wat er om de hoek staat? Copy, mooi. Alpha 1 en Alpha 3, jullie kunnen erachteraan komen, rustig aan. Voertuig spot, west, voertuig west. Kan mij schakelen? Ja, kan ik. Wat is het? Jeep. Jeep. Nee, verschoning moving. Wissel, free engage? Yes, free engage. Oh, maar was dat die ene Jeep die we toen uit wilden gaan? Oh, wacht, ik zie je van 3? Ik zie je, ik zie je. We zijn uphill. Oké, ik ben op RV Klavers, denk ik. Misschien niet precies, maar ik denk dat ik er ongeveer naast sta. Roger dat, als je maar op de weg bent in ieder geval.
kunt mij gewoon de auto plaatsen terwijl ik er niet ben. Even de radio omdat we in contact zijn. Hè? Anders. Yo. Yo, oké, nee, just checking. Oh, ik ben even pissen hoor, dus ik was wel even AFK. Ja, even waar in contact is, is het volgende ding. Ja, dat hoor ik. Is dit de goede richting? Contact uitgeschakeld, Beck? Ja, contact is in uitgeschakeld. Oké, okay, rijden de rest van de jongens achter ons aan? Oké, okay, we kunnen weer verder in de parkeerplaats. Alfa 1, je mag weer terug. En geef hem even plank vast, dit stuk zou schoon moeten zijn. Oké. Okay. Oh, nog wegvolgen. Wel vet in deze terminals dat je gewoon wat dood is, dat zie je ook gewoon langzaam verdwijnen in terms of heat. Ja, kan het voor onze voertuig iets minder hard? Ik heb meerdere contacten noord-noordoost. Ah, die zijn allemaal neer, nevermind. Kent u de definitie van plankgas? Oh, voertuig, voertuig. Wat zo? Wreckage. Ja, wreckage, gotcha. Raman, zie je ons al wel rijden? Nee, links. Voor mij is Raman nog check hier. Kom maar links. Ja, oké. Die komen met de intelligence. En dat kan je ook alweer in je missie verwerken. Alpha 1 is op RV Clavis. Anders korte buienbreak. Ja, dat kan ik. We gaan toch even een break gaan doen. We zullen even een break doen, dan kan ik even wat drinken pakken en zo. En mijn strategie supply ook. Ja. Ja, die heb ik al eens gedropt, maar ik weet niet waar die is. Kom wel nieuw. Ja, tot dan hier neer. Oké, dit is een bark even, jongens. Laten we een beetje ook eventjes alle kanten in de gaten houden. Ik ga er naar voren. Waar is Ramen? Die staat daar. Oh, wie zei in hemelsnaam dat de wind richting het westen ging? Wissel. Goed, kijk nu dus naar het oosten dan. ja. Wow! Maar wacht maar, komt goed. Ik zing het. Hoezo? Dat er maar heen rijden. I don't see the problem. No. Tactische plek waar die staat. Ja, ik wil hem ook de beste laten liggen hoor. Ben je al klaar, Ramen? Ja, we moeten wel even iets bij hem. Hoe ver is hij nou? Ik weet niet of ze. Oh. Daar kunnen we wel even duiden, joh. Je bent hem aan het verbazen. Aangezien we nu toch allemaal even stilstaan, ik heb eventjes een plannetje op de kaart gezet. Nee, lukt niet. Nee? Oké, we rijden. De LAV geeft zo meteen fire support vanaf de heuvel. Route LAV gaat die volgen. De hummers gaan ondertussen richting de zuidkant van de Geerna. Team Alpha 1 neemt de rode. Het rode gebied en Alpha 3 neemt het blauwe gebied.
moet even ammo halen die LMG is. Ja. Ga maar ammo halen, jongens. Wat zei je, Flanders? Waarom heb je de repair truck niet meegenomen? Was dat een repair? Ik dacht dat het een ammo truck was. Zijn of meegenomen? Ik had inderdaad een repair truck. Ah shit. Ja, helaas. Het ziet er niet uit. Ik heb nog 500 round mags. Ik kan hem eventueel voor jou meenemen. Of wil je in de actie zijn? Iemand die mee. Nou, ik hoef niet in de actie te zijn per se. Maar, officieel geen wapen. Maar dan moet ik terug. Was klaar was nu. Wacht maar. Die is al doorgelopen, blijkt. Normaal doen we dat niet hoor, maar ik denk dat hij meer actie wilde ofzo. Even vragen aan iemand die jij meegaat. Oh, hetzelfde team nog steeds. Goedendag. Nou, ramen is ook ready. Iedereen klaar? Ja, er zijn nog even. Nee, maar wij zijn klaar, wij volgen de alwissel. Je kan gewoon gaan. Oké, de tijd vliegt op zich al een beetje. Ja, precies, vaart, komt precies. Ik denk dat hij niet wel technisch gezien wel combat medics, maar moet iemand anders nog ammo hebben, want Ping en Sean heb ik op ammo pad gestuurd, daar. Ja, ik zie het. Heeft iemand nog ammo behoefte? Ja, ik moet ammo hebben. Ja, ik denk wel. Ja, je kunt trouwens ook best wat ammo in de aangezien, toch? Ja, ik zou kunnen vragen, maar dan moeten we het wel weten, anders weten ze het niet. Oké. Oh, mag ik kun jij, DM, kun jij één iemand missen, of niet? Mag ik kiezen of Gunner of Commander? Leuk lijkt om te gunnen. Ik denk dat ik beter niet kan controleren. Wat zei je? Met wie reden net bij jou in de auto? Sean en Pingling. Die zat natuurlijk in de guns. Die zijn beide nu bij die ammo crate. Die is ongeveer daar gedropt. Ja, ik moet ook gaan rijden, weet je wel. Dus... Ja, ga gewoon rijden. Wij volgen wel. Sta ik erop. Ja, ik bedoel... Als je de weg maar aanhoudt, dan... Wissel, kunnen we de Alpha 2 misschien even opnieuw indelen? Want we hebben nu... Alpha 2 heeft nou de LAV met één gunner. Dat kan wel, ja. Je moet even vinden waar de gunpositie zit, hè? Ja, nodig. Dat is prima, Alpha 2. Wat is precies je plan? Hoe heb je dan? Nog 2 of 3 clips over. Pingling. Wat voor ammo? Ja? 249. Kun je voor de 249 nog wat extra max meenemen? Was ik al van plan. Helemaal geweldig. Ik denk dat het in die voertuig makkelijker is om weer losse radios te doen. Jij gaat in de Hummer mee, hè? Ja, het probleem is dat, met, dat we dan in de strijd elke keer een gezeik hebben dat de medic dan niet weet wat hij moet doen. Dat was eigenlijk een beetje het punt waardoor ik toch weer terug ben geswitcht uiteindelijk. Ja, oké. Dus kun jij anders zo met mij in de supply truck mee rijden? Dat jij rijdt en dat ik dan daarnaast... Want ik moet natuurlijk ook radio dingen doen. Anders duurt het te lang. Nou, weet je, het lukt wel, Laat maar zitten. Oké. Oké, Alpha Squad liet aan alle eenheden. We gaan nu verzamelen en we gaan verder. Dit duurt te lang. Ik krijg hier geen prompt. Nee, ik zie het inderdaad. Hier. Nee, dat is rearhead. Alpha 2, als het goed is zit Peck nog bij jou in de LAV. Dan is het een gunner. Die kan uitstappen, Peck. Jij kan bij mij in het vrachtwagentje gaan zitten. Alpha 2, jij hebt dan nu Flanders, Ramen en Klavers in je groep. Correct. Is dat oké zo, Archie? Ja, goed genoeg. Roger that. Oké. Kunnen we het plan gaan uitvoeren? Archie, als jij dan probeert zo lang mogelijk niet zichtbaar te zijn, totdat de Humvees zo dicht mogelijk bij de Agia Marina zijn, of bij Gerna zijn. Kun je daarna fire support geven vanaf de heuvel? Sorry. Wij geven wel wat voorsprong voor de Humvees, dan komen wij zo wel achteraan. Roger. DM, hoe sta jij voor met de Humvee? De Humvee komt er nu aan. Humvee heeft trouwens ammo meegenomen voor iedereen.
Oké, Alpha 1 on the move. Alpha 3 on the move. Pas op, humpje passing. Sorry. Wissel, Humvee komt achter jou en we gaan je inhalen. Ja, kan ik een rechts rijden? Disembark en volg de lijn maar en schakel de rode en blauwe gebieden uit. Schakeld, goed job. Hallo, ik help je weer eventjes. Ja, ren even een stukje naar voren. En waar vandaag is die andere room voor jou zo? Ja, zoiets. Vijandig is meer. Check even Noordoost, Brouwer. Vooral Noordoost. Roger. Alpha 2, jullie mogen even kijken wat voor jullie mogelijk is. Alpha 2, wat van het horen. Bij de schuur. Bij de schuur. De schuur, Roger. Op de weg, bij de schuur. Ja, goed job. Oh, kut, dat zijn de schermen. Sorry.
Meerdere vijanden noordoostelijk bij de schuur langs de weg. Bij het wegenbos. Op deze rot zitten er ook nog een paar. Brouwer, ik sta eventjes rechts van je, man. Ja. Zo. Het is flink aan het regenen hier, volgens mij. Ik rij weer een stukje naar voren. Ja, doe maar een stukje. Er zitten in het noordoosten zitten er nog een aantal. Oh, DM is dus kapot. Ja, ik zag het. Mensen hebben weer jongens in de LF4, ik zag net aan het noordwesten van jullie. Bij de eerste gebouwen zag ik net heel wat beweging net. Dus let er even op. Bij Witte Smok? Ja, daar. Tenminste, bij die gebouwtjes daar in ieder geval zag ik net steeds beweging. Ik heb niks op de flare. Oké, okay, Alpha 1 en Alpha 3, proberen de gebieden in de markerszone eventjes te clearen en dan kunnen we verder. Dus even uitstappen uit de voertuigen. Dat wou ik dus ook niet zeggen. Brouwer, jij ook. Geef wat ammo, ja. We kunnen hier jullie samen met Pingwing wat ik ga even repacken. Wil jij dan even met Pingwing het rode gebied doen, Shorts? Ja. Doe jij het blauwe gebied? Hoppie. Hey. Eventueel assisteren die balte, we gaan aan de rechterkant zitten dadelijk. Hey. Eindelijk mijn granaten gebruiken. Oh, sorry, gebied even kijken. Ja. Valt dit tasje rond. Oké, laten we naar rechts gaan. Alles goed. Ik vond die twee huizen en dan zijn we klaar. Pack, dit is Wissel. Ga je gang. Ik ga DM even met de vrachtwagen ophalen. Neem jij even de leiding over van de welpjes hier. Zonder long range? FYI, in het noorden op de berg loopt Klavis. Denk ik. Long range is niet nodig op dit moment, Peck. Ja, pap. Ja, ta. Oké, okay, gewoon lekker doorgaan met clearen, maar wees zorgvuldig. LAV, Alpha 1 is achter je, dus alsjeblieft niet schieten als het kan. Alpha 2, dit is Wissel. Romeo, standby. Oh, sorry, ik moet Alpha 3 hebben, excuus. Oké, als beide delen gecleared zijn, even doortrekken naar de kerk op de heuvel. Het gedeelte van rood is clear. Oké, als jullie allemaal klaar, als we klaar zijn, als dus, dan verzamelen we bij de kerk. Archie, kun je heel vast naar de kerk rijden? Wil je dat ik nog even een sweep doe rond het dorp? Ja, doe maar even. Alpha 1 is ook bij de kerk. Right here.
Kun je wisselen op de spec? Spec zeg het maar. Bij de teams zijn we bij de kerk aangekomen. Kirna is veilig. Wat wil je dan wachten of doorgaan? Jullie kunnen inderdaad alvast ook richting Camp Maxwell rijden. Laten we anders afspreken bij Air Station Mike. Dan kunnen we vanaf daar richting Missy B rijden. Met z'n allen. En dan kunnen we dat dus daarna gaan clearen. Als jij dan eventjes iedereen kan fixen dat ze anders richting Air Station Mike gaan. Zou dat fijn zijn. Als we de wegen zo bekijken, is Air Station Mike best wel pokken aan het omdraaien. Ja, volgens mij is het heel lastig door het terrein om via Camp Tempest richting ICB te komen, dacht ik maar. Point. Oké, Jens, terug naar de voertuigen instijgen. Archie, ben jij bij de kerk? Noord van tot. Dit is wat ik hoor, je stop, stop, stop. Noord van jou. Stap maar in, DM. Pack, dit is Wissel, wij zitten nu op RV Clavis, dus anders moeten we daar maar heen. Roger, ja, is toch op de route. Hey DM. Oh. Oeh, pittige missie dit. Blijden. Ben je? Waar ben je? Bij Arvi Klavers. Dat is dood. Oh nee, disconnect. Maar. Nou, VR gesloten. Ik denk dat. Hun wies dan een beetje op je snelheid dat je niet een halve kilometer tussen ons en jullie zit. Zet hem maar even langs de kant van de weg als je wilt, ja, voor de zekerheid. Ja, gedaan man. Oké, top, dank je. We zitten voorbij. Even kijken hoor, dan gaan we zo meteen maar gewoon via de weg. LAV heeft een onvoldoende met hillclimbing. Ja, zo inderdaad, hier. Oh, ja, ik kan me echt niet meer herinneren hoe dat eruit zag. Ik weet Camp Tempest weet ik nog wel, maar niet idee hoe dat eruit zag. Hele hoge berg heb je daar inderdaad, dus je kon om te rijden is wel beter hoor. Zeker met die LAV. Ja, ik denk dat ik die LAV zo meteen weer de berg op laat gaan, zo hier. En dat ja. Ik dan... Eigenlijk aan de andere kant dan, naast onder 100 langs laten rijden. Dan is die ja, gespot, nee, tuurlijk, maar. Tuurlijk. En dan kan die zo de berg. En dan dat ja. De rest van de teams. Wordt al. Ja, is allemaal vrij hoog daar. Vanaf daar kan je ook wel redelijk, denk ik, die airbase zien van het volgende objective. Ja, nou die is moeilijk, jongen. En je via die bergen misschien een beetje scouten en dan via die dal dichterbij komen. Ja. Dan nog is de afstand vrij groot. Ja. Dit is Alpha Squad Lead aan alle Alpha eenheden. Wij gaan zo meteen richting Rally Point 3. Dat is op de T-splitsing richting Nisi B.
Dan zal daarna de LAV weer de gele lijn de berg oprijden. Probeer een beetje aan de zuidkant van de berg te rijden, Alpha 2, zodat je niet gelijk gespot wordt. Dan zullen Alpha 1 en Alpha 3 opnieuw te voet de vijanden in Nisi B gaan aanvallen. Denk je dat ze dat gehoord hebben? Een reactie. Alpha 1, oh. Dit is Alpha Squad Lead, kom in. Alpha 1, hier, kom in Squad Lead. Alpha 1, heb je mijn short range radio bericht net gehoord of niet? We moeten uitstappen op de T-splitsing en dan richting Nisi B gaan. En de short is dat klopt. Top. Hoe ver zijn jullie nog uit van RV Klavis? Die ze aankomen. We zijn er al. Roger that. We zijn bij LC Klavis, RV Klavis. Dat is één. Oké, dan kunnen jullie gelijk doorrijden richting Rally Point 3. Bij de T-splitsing van Nisi B. Iemand in de vrachtwagen? Gezondheid. Okay. Nog niet die LV. Oh. Ga je er achteraan rijden of wachten? Ja, rijd er maar even achteraan. Ik denk dat die LV moeten we straks even wachten. De informatie de LV van Alpha 2 is inderdaad langzaam. Dus we proberen even te wachten om Alpha 2 te spreken. Dan ben je een beetje rustig. Gewoon direct noord gaan, dan zou je een stuk kunnen afsnijden en dan heuvel afwaarts een stuk rijden. Ik denk dat dat misschien een idee is. Ja, we moeten nu wij gaan nu links dus. Ja. Of één hier haal laatste? Ik had het tegen Alpha 2. Oké, nevermind. Zij zouden eventueel gelijk een ongeluk kunnen steken. Oké, prima. Oké, copy. Famous last word. Een skidmark zie ik op de rem nog op de andere. Alpha 2, ik heb dit vaak zelf met deze net gedaan, dus ik heb het in de rem. Mooi gebied, hè? Ja. Doet me echt denken aan de Alpha 1 en Alpha 2 zijn aangekomen bij RP3. 1 en 3, sorry, in Alpha 1 en Alpha 3 zijn aangekomen bij RP3. Alpha, spel goed op, dus Alpha 3 staat.
Succes jongens! Alpha 3, kunnen jullie eventjes aan de noordkant van de weg even kijken wat er nog zit. En Alpha 1, jullie kunnen bij de Hummers blijven. Oké, Alpha 1, jullie kunnen assisteren bij Alpha 3. Oké, terugtrekken zuidelijk. Even hier een defense line maken achter de berg hier, en dan hopen dat ze omhoog komen. En anders wachten we op de LAV. Een dingetje, is er een medic in de buurt? Ik kan er als Alpha 1 wel je gebruiken. Ik heb nog wel spul. Alpha 2, dit is Alpha Squad Lead. Is Pack ook in jullie voertuig? Owen, zorg jij voor de omgeving? Short, kan je je dingen niet negatief, op speaker zetten? Negatief, ik ben op dit moment bij Archie in, omdat hij dichtbij was op dat moment. In het meest lome voertuigen van Arma. Dankjewel, missiemaker. Roger that, Pack. Ik ben geheeld door mijn eigen squad, maar dankjewel voor de komen. Kijk, daar hebben we onze grote... De noordkant kwamen ze vandaan. Ik gun dan ook het noorden. Andere noorden. Ik gun op het noorden. Wat, Jens? Waarom zit het logo precies in de band te houden? Ja, dat kan geen toeval zijn. Oké, stop de Giant Clusterfuck Alpha 1 en Alpha 3 aan de noordwestkant van de weg en we gaan door. Alpha 2, jullie kunnen de gele waypoint volgen richting jullie route. De gele waypoint, dat is door de heuvels heen. Inderdaad, jullie kunnen zo meteen weer een soort vanzelfde aanval doen als we net bij Gena hebben gedaan. Weet je? Kom in. Is Alpha 1, wij lopen nu links van de rechterweg. Deze weg ga je met een LED geluid over de weg. We ontvangen schoten vanaf Noord. Oké, laten we doorgaan. Schoten komen vanuit Oosten. Klinkt groot kaliber. LAV, kunnen jullie, Alpha 2, kunnen jullie zicht krijgen en uitschakelen? Ik weet het alweer, ik ben degene die dit gebruikt gaat worden. Ja, dat ben ik weer gebruikt worden. Ja, je hebt het. Maar meestal ben ik dat recent. Ja, precies. Wissel, waar hebben we al zicht op de bunker? Roger dat, Alpha 3, jullie kunnen de ditch hier noordelijk van ons in. Alpha 1, jullie blijven aan de linkerkant van de weg. Zo, wij blijven de schietschijven. Even halt houden, Alpha 1. Zoek even hardcover. Goed gezegd. Ja, dat hebben we niet. Hebben we een kerstboom gevonden? Het is mijn boom. Gaat het echt om een boom? Ja. Pak dit. Pack. Oh. Dit is mijn boom. Er zijn heel veel net zoals deze, maar deze is van mij. Alpha 3, proberen eventjes van cover naar cover te gaan en westelijk te trekken. We hebben geen cover. Ja, doen we. We zien nu wel weer de toren. Roger dat, ik zie aan de noordkant, of aan de noordwestkant van jullie een patrouille oprukken. Alpha 1, probeer iets verder te bewegen en eventueel die patrouille uit te schakelen. Daar Alpha 2, wat is jullie status? Ik zie nog een patrouille denk ik. Check, LAV in positie, worden niet onder vuur genomen. Vanuit welke kant willen jullie onder vuur genomen?
Kit, wissel eens neer. Auw. Ja, inderdaad. Blijf liggen. Ik ben blij dat jij me aan het dekken bent, man. Dit kan ik heel seksueel opvatten. Ja. Dat was een joke, man. I know. Heb je nog pijn of? Half twee trucks weer terug in verband met schade. Roger dat. Alpha 3. Probeer nog meer op te drukken en meer druk te zetten op de vijand. Alpha 1, zitten jullie al op zich in een goede positie en hebben jullie goed zicht? Ja, we zijn al aan het schieten. Dat je dat probeert ook druk te zetten. Klaar is toch op? Ja, ik ben gedeeld. Ja, want als je geen druk zet, dan krijg je natuurlijk nooit in. Vijanden aan de oostkant van de compound lopen langs de compound nu. Alpha 2, indien jullie inderdaad uitstijgen, kunnen jullie ook bij ons trekken. Dan kunnen we zo meteen de repair truck gebruiken om jullie voertuig te repareren. Gaan doen. Raam, kom je? Be advised, Alpha 3 zit aan de noordkant van de heuvel. Alpha 1, let op. Alpha 1, kopjes. Oké, okay, Alpha 1, blijven doorzetten. Die Balti, move it. Alpha 3, als jullie vanaf die positie een beetje de overwatch kunnen geven voor Alpha 1, dan kunnen we opdrukken tot aan de muur. Ja, we zoeken even een plekje. Gooiden wij deze smoke? Hé, vijanden, direct west. Holy shit. West pushen. Aaps omhoog. Alpha 2, zijn jullie al uit het voertuig gestapt? Uit het voertuig en we gaan even op de voetcover. Zelfde positie. Roger dat. Heb je munitie? Ja. Op. Let's go. Meerdere contacten binnen de basis. Minimaal 6 man. Als jullie ze kunnen uitschakelen, graag. Die pack aangekomen bij de compoundmuur. En gewoon sprinten nu. Op 2 trekken, maar. Help. Even naar de. Kunnen vrienden zijn. Alpha 3 gaat naar de compound. Alpha 1, bridge compound. Breach. Oké, okay, let's go. Half 1, breaching. Half trek ik uit met crossfire. Fire friendly fire. Wij komen van Noord, short. Kom. Eigenlijk door. Pas op. Alpha 2, kun jij alvast iemand naar de repair truck sturen om de LFV zo meteen te repareren? Wij komen zo wel richting de basis als jullie klaar zijn. Short, Ik deze toren. Ik heb zojuist friendly fire. Als je bedoelt, dan kan ik even bal samen.
Repair truck zit op de T-splitsing bij RP3. Ik denk dat je terug naar biologie moet. Ja, nou dat is... Ja. Heb je nog een fietje voorbij, alsjeblieft? Dan krijg je sniperschoten in de basis. Ja, dat was een klap bij je. Ja, jezus. Ik ga weer naar beneden. Timothy, laten we naar beneden gaan. Van Oost-Oost-Zuid. Even staan. Even naar Brouwer toe. Was die grote toren al gekleurd? Ja, grote toren is nu clear. We gaan ook lekker naar boven. Dat is toch. Als je klaar bent, Flanders, trek maar naar de basis. Ik heb de morfine. Wij aan de noordwest, grote tegenaanval. Oh fuck. Oh fuck, Winston is neer. We hebben één friendly dood. Yo. Sean. Oké, weer naar binnen mensen, weer naar binnen. Okay, you're good. Ah, fuck! Oké, okay, heren, die counterattack aan u naar beneden. Laten we dan nog het einde niet zien. Voor hedges, daar kun je gewoon op nacht schieten. Hebben we dat vliegveld nog niet geleerd? Ja, we hebben zoveel nog niet, we hebben geen tijd meer. Nee, we gaan dat inderdaad vooral. We hebben nu wel tijd voor een TVT of een ander PD scenariootje, dus. Niet getreurd. Kijk, mag ik eventjes een dingetje pakken, een morfietje? Dank u. Anders net dood van alleen. Kut. En er zit nog meer. Molping. Nog meer. Zo. Hoeveel kogels kunnen de lui hebben? Ja, veel hè? Ja, fuck. Op de feest. Worden van de oost nog geschoten of niet? Alpha 3, kunnen jullie die man uit het oost eventjes vaarwel zeggen? Is die niet daar, die Zijn ze al. Oh.